Goedendag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel van deze aflevering praten we met minister Marciano Dastai over het Conidoti project. Blijft u kijken. Minister Marciano Dastai, welkom in het programma. Bedankt mevrouw Goudland. We starten altijd een beetje om onze gast wat beter te leren kennen. Dus we gaan sowieso starten met wie is Marciano Dastai precies? Nou, Marciano Dastai is een eenvoudige Surinamer met een bouwkundige achtergrond. Ik heb in de afgelopen jaar meer gespecialiseerd in het bouwkundig ontwerpen. Ik heb enkele jaren gewerkt in de animerij en daarna heb ik me gestort in het opleiden van jonge wetenschappers. Dat is op de Universiteit van Suriname, Adekus. En tot laatst aan uw CV toegevoegd, minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu dus. Dat is inderdaad zo. Ik ben vanaf 3 mei minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu. En ik zou bijna zeggen, vandaag is 5 juli, dus u zit er pakweg 2 maanden. Bevalt het werk u? Is het wat u dacht dat u alles zou willen bewerkstelligen als minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu? Nou, mijn achtergrond heeft iets meer te maken met ruimtelijke ordening, spatial planning, zeg maar. En in mijn dagelijks werk voorheen, was dat waarmee ik me bezig hield. Het gedeelte milieu is natuurlijk iets nieuws. Het is gekoppeld aan ruimtelijke ordening, omdat wanneer je praat over het milieu, dan praat je over de ruimte. En dat is dus iets dat ik, ik heb zeker een spoedcursus gehad in de afgelopen 2 maanden op het gebied van milieu. Maar het bevalt me, ik heb heel veel geleerd en het is altijd een uitdaging als er zaken zijn die ik nog moet beheersen. En dat maakt het spannend natuurlijk. Ja. Absoluut. Zijn er een paar uitdagingen in uw job description waarvan u niet had gedacht dat u ermee te maken zou krijgen? Nou, ik had het verwacht, omdat als je praat over milieu, je heel wat zeg maar catching up moet doen als het gaat om, verdragen. Verdragen die zijn gebaseerd op klimaatsverandering bijvoorbeeld. Ik heb heel wat moeten leren eruit. Dat gedeelte van klimaatsverandering waarbij we moeten gaan kijken naar het binnenhalen van carbon credits. Dat zijn allemaal zaken die, ik zeg niet dat het uitdagend is, maar het is natuurlijk nieuwe materie. En dat moet je op een gegeven moment gaan beheersen als je beleid gaat maken op dat gebied. Maar het komt goed. We hebben gelukkig een heel goed team hier op het ministerie en ze staan me bij en ik leer elke dag. Ja, en over het onderwerp milieu gesproken, ik heb begrepen, er is een interessant project geheet Conidoti. Kunt u ons wat meer daarover vertellen? Oké. Zoals u weet, wij zijn een groen land. 93% van ons land bestaat uit bos. Overige is dus urbaan gebied waar wij wonen, we werken en recreëren. We willen natuurlijk bekend blijven als groen land, schoon land. Maar hoe je draait of keert, de mens die produceert afval. Er is een onderzoek geweest dat in Suriname een persoon gemiddeld een halve kilo aan afval produceert. En op maandbasis produceert zo'n persoon dan 30 maal een halve kilo is 15 kilo afval. Oké, als we dat gaan vermenigvuldigen met we nemen niet het hele land, we nemen Paramaribo met zijn 250.000 mensen. Dus op maandbasis heeft Paramaribo dan 250.000 maal 15 kilo, is ongeveer bijna 4 miljoen kilo aan afval per maand. En dat afval, dit afval, dat gaat voor een groot deel, als we praten over Paramaribo, die gaat naar Ornamibo. En in de afgelopen jaren hebben we steeds gezien dat er een grote, enorme druk is op Ornamibo als het gaat om afval. En wat doen we daaraan? Het is heel moeilijk. Het kost de overheid heel veel geld om dat allemaal te managen. En een van de makkelijke zaken om dat te managen is
kijken naar hoe we afval kunnen scheiden. Want een significant deel van ons afval, ons huisafval, dat bestaat uit plastic. En dan heb je natuurlijk andere zaken zoals organisch afval. Dat is afval dat eigenlijk vergaat in de natuur. Maar plastic, dat vergaat niet makkelijk. Of dat vergaat bijna niet. Het breekt niet af. U mag onderzoeken, plastic blijft zeker minstens 100 jaar in het milieu. En wat we dan hebben gedaan is kijken naar mogelijkheden om die druk op Ornamibo te verlagen door dat plastic te managen. En we hebben dus dit project hebben dus geïnitieerd, ROM heeft dit geïnitieerd. En we hebben gevraagd aan Resort Blauwgrond om te beginnen met plastic scheiden. En dat houdt het in grote lijnen in. Conidoti houdt in dat we de mensen vragen om hun afval te scheiden. Dan praten we over het scheiden van plastic. Plastic wordt gescheiden zodat het plastic wordt gerecycled. Ja, maar als ik me niet vergis, is dit niet iets nieuws. Want er is al een, ik zal het zeggen, ik weet niet of ze nou een NGO zijn, maar die al met die grote bakken op verschillende locaties is, die glas probeert te scheiden van plastic. Wat is anders aan dit Conidoti-project dan van die organisatie? Ja. We hebben gemerkt door de jaren heen dat het toch wel een beetje moeilijk is voor bepaalde mensen, voor een groot deel, om vuil te bewaren en dan te brengen naar de bakken. Conidoti is natuurlijk iets anders. Conidoti, daar krijg je een zak, een speciale zak. En die zak is doorzichtig. Dat wordt gratis gegeven aan de mensen. Je krijgt dan zo'n zak. En wat je dan moet doen, als je op een gegeven moment ziet dat je plastic hebt, petflessen of HDPE-flessen. Petflessen zijn dus de flessen die je krijgt wanneer je drank koopt. De HDPE-flessen zijn de flessen met iets dikker plastic materiaal. Bijvoorbeeld de verpakkingen voor zeep, zeepflessen. Die zijn iets dikker. Dus als je dat hebt, plaats je dat in die doorzichtige zak. Je houdt hem gewoon thuis. En als je dat hebt verzameld, zo'n zak met flessen, met plastic, dan vragen wij dat om elke laatste woensdag van de maand buiten te zetten voor uw huis. En dan wordt het dan opgehaald. Dus het is niet dat de mensen zelf moeten gaan uitkijken naar waar ze die containers kunnen vinden en naar daar moeten rijden. Het is dat het wordt opgehaald. En we merken dat dat toch wel effectiever is, omdat ze minimaal aan moeite doen om hun bijdrage te leveren aan het scheiden van afval. U gaf aan, het project is gestart op Blauwgrond. Waarom precies in Paramaribo Noord? Resort Blauwgrond is dat, dus Resort Blauwgrond. Het is niet alleen maar Blauwgrond. Het is eigenlijk een pilotproject om te kijken hoe ver dit kan zien van slagen. En het is een PPP, het is een public-private partnership, waarbij we natuurlijk in samenwerking met de particuliere sector kijken naar hoe we dit kunnen managen. Het proces is dus dat wanneer uw plastic voor inzet, het wordt opgehaald door een speciale vuilniswagen. Het is niet de normale vuilniswagen. Het wordt dan genomen en het wordt dan gebracht naar een recyclingsbedrijf. Die gaan het dan recyclen. En een pilot moet natuurlijk worden gemonitord, moet worden geëvalueerd. En we zien dat het slaagt, dat het is geslaagd. Heel wat mensen geven zich nog steeds op in het resort Blauwgrond. En we gaan nu pas kijken naar uitbreiding. En dat moet dan zijn dat we naar alle andere districten moeten gaan. Maar dat zou mijn volgende vraag zijn. Is er al een evaluatie en zijn er plannen voor uitbreidingen naar andere districten? Ja, er zijn hier en daar wat kinderziektes natuurlijk. Het gaat niet helemaal, helemaal vlot. Een van de zaken is bijvoorbeeld dat wanneer, dat is Paramaribo Noord natuurlijk, wanneer het hard regent zoals we weten in de grote regentijd, dan kunnen de trucks niet altijd gaan naar de plekken om de zakken te nemen. Dus er zijn kleine kinderziektes. En dan moet de datum van ophaal worden verschoven. En bepaalde mensen hebben bijvoorbeeld geen geduld, weet je. Dus er zijn kleine kinderzieken, maar die worden allemaal opgeheven. En nu denk ik dat we op het moment zijn om uit te breiden, omdat we eigenlijk al hebben gezien hoe dat ding werkt. Ja. En natuurlijk, hoe meer plastic, hoe beter voor het bedrijf die dat recycelt.
Uh-huh. En hoe lang, en vanaf wanneer was het project gestart? Dus hoe lang is het precies gaande? Dit project is gestart vorig jaar, februari 2022. Dus we zijn nu iets meer dan een jaar bezig. Ja, dus een tijd om uit te breiden. Valt dit project van Connie Dotti in het milieubeleid van het ministerie, met name ook dat van de regering? Sowieso. Onze directoraat Milieu heeft natuurlijk twee afdelingen, Climate Change en Leefomgeving. En dit valt onder Leefomgeving, Schoon Leefomgeving. En dit is dus natuurlijk een van de zaken die binnen het beleid valt. Hoe gaan we om met onze omgeving en hoe kunnen we gezamenlijk er naartoe werken om onze omgeving te beschermen, om het schoon te houden, om het te verbeteren. Is dit project een betaald systeem van afvalophaal of is het gewoon een vrijwilligersproject? Nou, voor nu is het zo dat de mensen die, de huishoudens die afval scheiden, die krijgen dus geen incentive, die krijgen geen geld. De mensen die het vuil moeten ophalen, die worden, krijgen dan een betaling voor het ophalen. En dan wordt het dan gebracht naar de recycler en die krijgen dan het materiaal om te recyclen. Dus daarvoor wordt het niet betaald. Dus tot nu toe wordt er alleen betaald voor het ophalen van plastic. Maar op een gegeven moment moeten we net als in het buitenland. Eigenlijk werd het al hier gedaan. Als ik me niet vergis, is er ooit statiegeld, of is er nog steeds statiegeld voor flessen? Ik weet dat het bij bepaalde bedrijven is nog steeds statiegeld geven voor flessen. Maar in het buitenland geeft men al statiegeld aan mensen die plastic flessen retourneren. Dus we kijken ook naar die optie waarbij mensen die plastic flessen willen gaan verzamelen, dat ze daarvoor een incentive krijgen zodat het beter op gang komt. Is het ministerie misschien ook van plan om... Want ik weet dat het Connie Dotti project ook op enkele scholen was gestart om dit ook voor te zetten. Want men zegt het moet vroeg beginnen, vooral bij de jongeren, of de iets jongelingen, om ze te leren hoe ze vuil moeten scheiden, zodat ze hun ouders ook erop kunnen wijzen. Oh nee, maar dat moet liever in die zaak. Papa nee, dat liever moet in zo'n zaak. Gaat het ministerie dit project blijven continueren, vooral ook op scholen? Ja, zeker. Nou, als Connie Dotti werd gehouden op scholen, dat weet ik niet exact. Maar we hebben wel in de afgelopen tijd, vooral laatst tijdens Milieuweek, zijn we geweest naar scholen om de awareness eigenlijk op gang te brengen of hoger op te brengen. En inderdaad, u heeft gelijk, kinderen, daar start het. Als wij dat gedrag vanaf kleins af kunnen stimuleren, dan blijft het zeker hangen als ze ouder worden. Wat ik wel kan zeggen is dat Rom, voordat ik hier kwam, ook bezig is geweest met Clean City. En dat gaan we ook oppakken. En wat we dan gaan doen is dat we dan in bepaalde buurten verschillende hotspots identificeren. En zo'n hotspot kan zijn een school. Okay. Waarbij we dan projecten uitvoeren waar we in het geval van een school de kinderen eigenlijk nemen in de activiteiten om buurten schoon te houden. En als u het aan mij vraagt, het schoonhouden van de omgeving moet niet alleen maar een activiteit zijn dat de overheid moet doen. Het moet zijn dat de hele gemeenschap dat moet doen. Participatie is belangrijk. En dat we niet alleen maar moeten denken aan, oké, de overheid moet het opruimen. En dat willen we samen doen. Maar niet alleen maar de scholen, maar ook met de buurten. Uh-huh. En dat gaan we zeker ook oppakken. Dus daar heb je dan Connie Dotti in combinatie met Clean City, waar we voorheen hadden we in Geersvliet, als ik me dat kan herinneren, in Geersvliet hebben we dat gedaan, Clean City, maar we gaan ook uitbreiden. Het begint bij awareness, want wat is dat ding nu? Alles wat vervuiling veroorzaakt, heeft te maken met ons gedrag. Ik weet dat toen ik jonger was, petflessen niet bestonden. Als u wilt drinken, doet u dat uit een flesje, dat u zelf van huis brengt, een thermos. Of een kannetje. Maar door de jaren heen, vanwege commerciële activiteiten van bedrijven, hebben ze het steeds makkelijker gemaakt. Mensen willen gemak. Mensen willen dat gewoon kopen. Ze willen geen fles of thermos van huis uitbrengen. En dat veroorzaakt dit alles. Dus waar we nu op mikken is eigenlijk awareness dat je, wanneer je een keus maakt, of je nou naar de winkel gaat,
U gaat naar de winkel en u heeft de keus om uw boodschappen te laten zetten in een plastic. Dat u die keus liever niet maakt en dat u die keus maakt om eigen vanuit huis uit een tas te brengen. Om de spullen die u koopt te zetten erin en dat te brengen naar huis. Dus het begint met gedrag, gedragsverandering. U snijdt me eigenlijk de gras voor de voeten, want dat zou ook ander, want ik heb begrepen dat er, als ik me niet vergis, een jaar of twee terug was me ook begonnen om te stoppen om plastic zakken af te staan in de winkels. En men wilde de samenleving stimuleren om met hun eigen recyclebare tas naar de winkel te gaan. Dus ik zou je dan ook net vragen van hoe kijkt u op naar zo'n project als u dat ook weer verder gaat stimuleren? Ja. Nou kijk, we moeten het allemaal integraal aanpakken. Ik weet dat NH, bij de vorige regering, was gekomen met de regel dat die portiebakjes niet meer van normaal plastic moeten zijn, maar van bioplastic. En dat is heel goed geweest. Plastic zakken, ik denk dat er niet iets concreets was uitgewerkt toen de tijd. Maar als we het brengen in combinatie met het project van de Rotary. Rotary heeft een project waar ze single-use plastic recyclen en dat ze daarmee van die inkooptassen dan produceren. Als we samen met hun werken, kunnen we alle tassen, want nu is het alleen maar dat Conidotti gaat nu even om petflessen. Maar als we binnen Conidotti ook kunnen brengen dat van die plastic zakken single-use, dan kunnen we dat ook laten recyclen en dan kunnen we samenwerken met Rotary voor die inkoopzakken. Maar we moeten kijken naar een optie waarbij we eigenlijk die single-use plastic, die handtasjes die men geeft, dat we dat eigenlijk vermijden of verminderen. In het buitenland is het zo dat wanneer men gaat naar de winkel, dan praat ik over Europa, heb ik dus gemerkt dat wanneer men gaat naar de winkel en inkopen doet, men die zakjes niet gewoon krijgt. Je betaalt een hoog bedrag, als ik me niet vergis 2 euro of 1 euro, en dat is heel veel. En dat laat de mensen dan nadenken van, hey, moet ik gaan voor die plastic of moet ik niet gaan voor die plastic? Of kan ik liever met mijn eigen tasje van huis uitkomen? Dat is een optie, dat wanneer je een zakje wil gebruiken, dat je ervoor betaalt. Of dat dat zakje geen plastic is, maar bioplastic. Of dat je het in Natetas in Curaçao helemaal verbandt. Dus naar die opties moeten we kijken, omdat we steeds merken dat er heel veel plastic zakjes in het milieu terechtkomen. Dat is niet goed. Maar ik had ook nog begrepen van, dat, van de Rotary Act, of de Rotary, dat die mogelijkheid hier nog niet is om die tassen zelf te produceren. Want de tassen die ze, toen ze het hadden geïntroduceerd, waren het tassen die ze hebben laten halen. Maar het is wel met materiaal die ze hadden opgestuurd, maar die mogelijkheid in Suriname er nog niet is. En als u zelf zegt dat u met Rotary wil samenwerken, gaat er dan gekeken worden naar mogelijkheden naar misschien een organisatie die wel zulke single-use tassen gaat kunnen maken? Ja, dus ik weet dat op een gegeven moment men gaat kijken naar die volume. Hè. Want om zo'n productie op te zetten, dan moet men kijken naar de volume. Wat is die volume die men nodig heeft aan plastic om te produceren? Maar we moeten kijken naar die optie. Maar het moet niet zo zijn dat wanneer ze zien van, oké, nee, maar we hebben eigenlijk meer plastic nodig, dat we plastic moeten importeren, alleen om dat te produceren. Dus inderdaad, we moeten even kijken naar die optie. Maar een feit is dat we plastic hebben, single-use plastic. En een van de opties is om het te recyclen. Maar dat moet goed bekeken worden, samen met de Rotary, hoe we dat het best kunnen doen. Ja. Want er zijn ook zelfs heel wat bedrijven die, als men een bepaalde inkopen gaat doen, dat ze gewoon papier krijgen om hun boodschappen in te doen. Als mensen nu zelfs brood gaan kopen, dat ze het niet meer in een plastic zak krijgen, maar gewoon in die papieren broodzakjes, om het zo te zeggen. Dus er is een deel wel al bewust, maar nog niet een ieder. Inderdaad, dus het is gedragsverandering. Hè? Kijk, bijna een ieder, wanneer hij naar de winkel gaat, gaat hij zeker met transport naar de winkel, met een auto. Weet je. En als u gewoon een zakje ready hebt in een tasje, ready hebt in de auto, dan zou u eigenlijk die plastic zak niet nodig hebben. Dus het is echt gedragsverandering en keuzes. Hè. Koop je, want nu verpakt iedereen alles in plastic. Groente, kousenband in plastic, peper in plastic, alles in plastic. Dus we moeten even kijken hoe we dat kunnen vervangen. En als de consument zegt van nee, ik wil dat niet, dan gaat die verkoper dat ook zijn gedrag veranderen. Dus het begint inderdaad bij bewustwording. Hoe,
hoe kunnen we keuzes maken of hoe kunnen we de verkoper, toch de ondernemer, hun plastic gebruik ook laten verminderen. Het komt vanuit de consument. Uh-huh. Ja, toch? Maar denkt u dat het ministerie daarbij een push in de rug zal geven om mensen bewuster te maken? Want u bent nou eenmaal het ministerie van Milieu. Ja, nou, we zijn al ermee bezig. En vanaf mijn aantreden heb ik dus gevraagd om dat gedeelte iets meer aandacht te geven, awareness. En dat kan makkelijk, dat kan niet alleen maar via de tv tegenwoordig, maar ook via social media. Dus op Facebook zijn wij hard bezig dat te stimuleren. En ook al de andere kanalen die we moeten gebruiken om onze doelgroep, en dat is dus als eerste de jonge mensen, de kinderen, bewust te laten worden van hun keuze, hun gedrag als het gaat om plastic. Minister, heel interessant. Ik wil bijna door blijven praten. Maar ik stel het op prijs dat u deze informatie met ons hebt gedeeld. En we kijken daarnaar uit naar alles dat uit de bus komt met alle projecten die het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu voor de boeg heeft. Dank u wel voor de gelegenheid. En wij zijn altijd bereid om heel wat informatie te geven over onze ministerie. Belangrijk is dat we het samen doen, nogmaals. Het ministerie heeft natuurlijk zijn taak om die bewustwording te doen, het milieu te beschermen, maar dit kunnen we niet alleen. We moeten dit samen doen met u, niet alleen de media, niet alleen maar de bedrijven, maar vooral het volk. Zo kijkers, met deze woorden van minister Dasai zijn we gekomen aan het einde van het eerste deel van deze aflevering van In Gesprek Met. Gaat u nog niet weg, want mijn collega heeft een volgende deel voor u. Heren en dames, goedemorgen en alvast de hartelijke felicitaties met het 60-jarig bestaan van Fernandes Bakkerij. Dankjewel, goedemorgen ook. Ook jullie gefeliciteerd met de jaardag van Fernandes Bakkerij. We zijn ondertussen 60 jaar dus jong en we zijn van plan om nog geen 60 jaar verder te gaan. Dit is het commercieel team van Fernandes Bakkerij, Angelique, commercieel manager, Clayton, marketing manager. En we zullen vandaag zeker vertellen wat we allemaal op een gepaste manier zullen doen. U heeft het over op een gepaste manier zullen doen. Wat bedoelt u precies daarmee? Kijk, het liefst hadden we heel groot willen uitpakken, 60 jaar. Dat is niet een klein beetje, het is bigiari. En het liefst had je het wel heel groot willen doen, heel mooi willen doen. Maar we bevinden ons natuurlijk in een situatie als land waarbij het een stuk moeilijker is, economisch gezien vooral. En op die manier hebben we toch wel gezegd, we moeten wel wat doen, alleen doen we het op een gepaste manier. Als je naar de afgelopen jaren mag kijken, je mag wel tellen vanaf sinds je in het bedrijf zit, wat is er veranderd in de broodwereld, om het zo te zeggen? Nou, ik ben er niet zo lang. Ik ben er maar 15 jaartjes jong. 1963. 4 juli is Fernandes begonnen met de bakkerij. En we zijn ooit begonnen met dit product. Fernandes Edelbrood. Als busbrood. Eigenlijk hadden we hiervoor de luxe puntjes. En toen hebben we innovatie gedaan. En toen kwam Edelbrood. In dat kader hebben we gemeend om vandaag 4 juli... 2023 een retro te doen van de verpakking van toen en het product van toen. Er is best veel veranderd. We zijn begonnen als kleine bakkerij met 10 mensen en 1 oventje. En 60 jaar verder zijn we een ultramoderne bakkerij dat voldoet aan internationale standaarden, gecertificeerd is op internationale standaarden. En we voorzien het hele land en we zijn zelfs ook al bezig om over de grenzen andere landen te voorzien. Waren er eventuele, wat men zou zeggen, hurdles die Fernandes Bakkerij voorbij moest gaan de afgelopen jaren of periode? Ja, ik denk, we zijn natuurlijk meegegroeid, 60 jaar, dus ook 60 jaar van de economie meegekregen.
er is toch wel wat dat ons in leven heeft gehouden en sterk heeft gehouden en heeft gemaakt dat we vandaag 60 jaar bestaan. En ik denk dat we gewoon een sterke DNA hebben van innovatie, mensgerichtheid, integriteit en kwaliteit. En ik denk dat dat toch wel onder alle omstandigheden altijd on top is gebleven en onze value is gebleven, waardoor we ook echt door deze moeilijke tijd steeds komen en steeds blijven innoveren. Innovatie is zeker een van onze values en onze kracht. En als je kijkt naar ooit begonnen met één oven en vandaag een hele grote bakkerij met een heleboel nieuwe producten van toen tot heden, dan zie je wel dat wij toch wel een team hebben dat dedicated is, integer is, innovatief is en ervoor zorgen dat wij de klant steeds verrassen en Suriname steeds voorzien van dagelijks goed en vers product. Meneer Oefen, door de jaren heen zijn er heel wat bakkerijen gekomen en gegaan. De eerste bakkerijen die er waren Kersten en Fernandes. En Fernandes is op de een of andere manier gebleven en Kersten is verdwenen, om het zo te zeggen. Wat is eigenlijk, men zou zeggen, jullie superpower om ervoor te zorgen dat jullie ook niet waren verdwenen? Ja, ik heb de bakkerij eigenlijk meegemaakt vanaf een kleine jongen, want de bakkerij bestaat al 60 jaar. Ik kan eigenlijk alleen over Fernandes praten en wat onze kracht is onze normen en waarden. Zoals ik het eerder aangaf, innovatie, kwaliteit, mensgerichtheid en integriteit, dat is eigenlijk onze ziel. En als je dicht bij je normen en je waarden en je ziel blijft, dan ga je zeker ook in moeilijke tijden er doorheen komen. En ik denk dat wij altijd hebben gezorgd voor wat kunnen we beter doen. We hebben altijd gekeken naar, we zijn niet de grootste, maar we zijn een bakkerij met een verantwoordelijkheid naar de samenleving. Dus wat kunnen we beter doen? En we zijn in ieder geval de samenleving dankbaar dat ze steeds voor ons hebben blijven kiezen. Want daardoor bestaan wij vandaag nog steeds 60 jaar. En we hebben ook altijd de feedback die er kwam en nog steeds de feedback die er komt, dan nemen we mee en dan gaan we terug naar de tekentafel en kijken wat we steeds beter kunnen doen. Dus naast het blijven bij je kracht, je normen en je waarden, hebben we ook steeds gereflecteerd in wat kunnen we beter doen. En ik denk dat dat ons steeds verder brengt natuurlijk. Terugkomend op jullie, zal maar zeggen, verjaardagsverpakking. Een oude jas in een nieuwe ja, retro. In een nieuwe verpakking, om het zo te zeggen. Men kent edelbrood op zich als witbrood. Zo kent men het vanaf jaren. Als men zegt, gaan pak je edelbrood kopen, weet men precies. Je hoeft niet te zeggen tarwe of meer granen. Ja. Het is gewoon een pakje witbrood moet je kopen. Waarom vond Fernandes het belangrijk om de oude verpakking weer te brengen? En ja, ik denk niet dat het dezelfde smaak zal zijn van vroeger. We vonden het belangrijk om een stukje geschiedenis, een stukje nostalgie weer terug te brengen, zodat de mens die connectie weer heeft met het product waar we ooit jaren terug mee zijn gestart als het gaat om gesneden brood. Toentertijd, ik heb het zelf niet meegemaakt, maar ik heb foto's gezien en van ouderen gehoord, van mijn ouders gehoord, van andere ouders, ouderen gehoord. Dat het toen in een soort papieren verpakking was. Dat heb ik zelf niet gekend, maar genoeg verhalen over gehoord. En wij dachten van, hey, weet je, het is leuk als we een stukje nostalgie terugbrengen. Aangepast naar de normen en de eisen van deze tijd natuurlijk. Want we doen nu een heleboel en we zijn gecertificeerd. Dus gewoon teruggaan zoals het toen was, dat zou natuurlijk niet kunnen. Maar het stukje geschiedenis en die connectie hebben we middels deze verpakking weer geprobeerd terug te brengen. Het is een tijdelijk product. Het is een jaardags editie. Dat gaan we dus voor een tijdje doen. En het is ook inderdaad gewoon, het is witbrood. En ik denk dat de feedback die we tot nu toe hebben gehad, is vandaag pas eigenlijk echt op de markt. En al heel gauw hadden we positieve feedback. En
alsof iedereen zich weer een beetje in de geschiedenis bevond. Dus dat was wel prachtig om mooie feedback te krijgen. Ja, want dat zou eigenlijk een vraag zijn dat als het op de jaardag voor jullie zelf op de schappen is geplaatst en als jullie al feedback terug hebben gehad. Men zou zeggen, marketing-wise, meneer Van Vliet, als hij naar de feedback mag luisteren en die mag meenemen. Wat is het, ik zal maar niet zeggen advies, maar wat geeft u de samenleving mee als u kijkt marketing-wise wat Fernandez allemaal probeert te doen om de samenleving tegemoet te komen? Want brood blijft een van de belangrijkste levensmiddelen die er zijn. Iedereen heeft brood nodig. Als je geen brood hebt, dan kan je niet eten. Wat is volgens u uw advies naar de samenleving toe? Ja, we hebben, zoals Roepen gezegd, door de tijd heen hebben we heel veel geïnnoveerd. En innovatie zit echt in onze DNA. Middels het edel brood willen we dus eigenlijk teruggaan naar onze roots. Het authentieke waarvoor we staan. En hoe we dat marketing-wise zien, is dat door de innovatie we constant met nieuwe producten komen. Want zoals u het zelf even zegt, brood is een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. De meeste gezinnen staan op met brood en zelfs sommigen gaan zelf daarmee slapen. En daarom proberen we ook veel variatie te brengen in het assortiment. Niet alleen met nieuwe producten, maar net als met ons edelbrood proberen we ook terug te gaan naar onze roots. Om elke laag van de samenleving, hoe oud je dan ook bent, iets aan te kunnen bieden dat hun aanspreekt en dat ze ook willen consumeren. Dus op die manier proberen we dus ook voor ieder wat aan te bieden. Behalve brood, heeft Fernandez, en dat is wat u zelf aangaf, er is veel in het assortiment. Er zijn verschillende bollen die zijn gegaan en gekomen. En een van de bollen die eigenlijk, of twee van de bollen die eigenlijk niet verjaren, zijn sowieso de chocoladebol en de bellinebol. Zijn er plannen om die twee aan te passen? Kijk, you never change your winning game, zou ik zeggen. Wat de toekomst inhoudt, dat kan niemand inzien. Maar tot nu toe zijn het twee producten die heel goed gaan. Het zijn favorieten van de consumenten. En we willen ook hun niet tekort doen door een product waaraan ze gewend zijn en waarvan ze houden, zomaar aan te gaan passen. Zoals Roepen ook eerder heeft aangegeven, we nemen de feedback altijd mee. En we krijgen alleen positieve feedback of overwegen positieve feedback. Dus ik denk niet dat we die twee producten op korte termijn zullen aanpassen. Maar nogmaals, we weten nooit wat de toekomst inhoudt. We hebben wel geïnnoveerd door variatie te brengen erin. We hadden een tijdje ook een heel limited time choco bol, ringbol en een bellinebol. Dus we proberen op die manier, middels die innovatie, proberen we dus wel andere soortige producten van onze bestsellers aan te bieden aan het publiek. Ja. Als u als we een paar maanden even terug mogen gaan, hebben jullie de afgelopen tijd nog last gehad van mail? Want heel wat mensen hadden, laten we zeggen, er was minder brood in de schappen. En jullie hebben er altijd voor gezorgd dat, al is er niet een grote hoeveelheid, maar dat er wel altijd brood is in elk district. Waarom was dat belangrijk voor Fernandez om die imago van jullie hoog te houden? Want men weet, brood heb je nodig. En in onze allereerste editie van In Gesprek met gaf hij ook aan van grondstoffen zijn sowieso altijd heel duur. En daarmee moeten we altijd rekening houden van al is het niet veel. Maar we proberen altijd de samenleving te voorzien van tenminste brood. Ik moet zeggen dat we blij zijn dat we sinds september vorig jaar niet meer te maken hebben gehad met een tekort aan meel. Waar we wel mee te maken hebben gehad zijn fluctuerende prijzen internationaal. Met als gevolg dat het van invloed is op de prijzen. We hebben toen hele goede afspraken gemaakt met onze meelleverancier. Die zat natuurlijk ook in andere uitdagingen waardoor
dit had plaatsgevonden toen, dat we geen mail hadden. Het had te maken met economische redenen, beschikbaarheid van valuta. Gelukkig is er daar wat rust in. Nu, waardoor wij dus ook onze afspraken goed hebben en geen last hebben van mailtekorten. Wat je wel ziet is dat de supply chain, dus de aanvoer van grondstoffen vanuit de internationale markt, nog steeds uitdagend is. Dat is zeker niet helemaal opgelost. Wij zijn erop afgestemd. Ons team, ons inkoopteam is eigenlijk erg dedicated bezig met het aansturen en het monitoren hiervan. Zodat wij altijd on time onze grondstoffen binnen hebben, dat we kunnen produceren. Het gebeurt nogal dat wij op sommige momenten een grondstof verlaat binnenkrijgen. Maar wij passen ons programma, ons supply zodanig aan dat in ieder geval de consument daar zo weinig mogelijk last van heeft. U heeft gesproken over imago. Het gaat bij ons voornamelijk over verantwoordelijkheid naar de samenleving. Wij weten dat we de verantwoordelijkheid hebben om Suriname te voorzien van dagelijks brood. En het is meer dan responsibility bij ons. We slapen en we staan op met de verantwoordelijkheid dat wij de samenleving dagelijks moeten voorzien. Je gaf ook aan over de prijsfluctuaties. Van anders kwam er ook niet onderuit door haar broodprijzen aan te passen en de commentaren waren ook duidelijk te merken via social media. Maar ik mag de complimenten maken dat jullie marketingteam dat heel goed weet op te vangen om mensen heel goed uit te leggen van waar aan het eigenlijk ligt. Dat dan de prijzen af en toe aangepast moeten worden. We zien dat de prijzen nu een tijdje steady zijn gebleven. Dus we hopen niet dat het weer met een paar SD'tjes omhoog gaat. De prijzen zijn inderdaad stabiel gebleven, omdat er ook om twee dingen. Eén, de graanprijs internationaal was stabiel. En ik moet me erbij haasten te zeggen dat de graanprijzen nu weer stijgen vanwege onrust, met name in Rusland en Oekraïne. En zo werkt het eenmaal. Het moment dat er een beetje onrust is, is er twijfel over wat gaat er gebeuren, hoe gaat de supply eruit zien. En dan zie je dat er vanwege onrust, dat de graanprijzen natuurlijk weer beginnen te stijgen. Dus we zijn nog niet zover, we weten nog niet wat de impact is op onze meeleverancier. Daar zijn we nu aan de handeling over. En het liefst, zoals altijd, stellen we het zo lang mogelijk uit om te kijken wat we kunnen betekenen. En het andere is, zal de koers stabiel blijven, dan zal het natuurlijk ons als ondernemers, niet alleen Fernandes Bakkerij, zal elke ondernemer de ruimte geven om beter te plannen en om beter bedrijfsvoering te hebben op met name ook prijzen. Als we kijken naar hoe de trend zich verloopt binnen het bakkerijwezen, Fernandes bestaat 60 jaar. Commercieel gezien, hoe ziet de toekomst van Fernandes Bakkerij er allemaal uit? Want het maakt niet uit wie hierop antwoord geeft. Want de directeur gaf aan, nog 60 jaren die komen. Dus jullie willen komen op 120 jaar. Dus laten we hopen dat we er nog zijn rond die periode. Maar hoe ziet de toekomst van Fernandes Bakkerij eruit voor de komende tijd? Behalve dat we in Suriname heel erg zijn gegroeid dankzij onze consumenten, hebben we ook dedicated medewerkers die ons in die groei hebben geholpen. We hebben zoveel lering gehad in de afgelopen 60 jaar en dat willen wij nu ook onze vleugels uitzetten in het Caribisch gebied. En er is heel veel vraag vanuit internationale bedrijven die ons hebben benaderd om product voor ze te leveren. Dus daar zien wij een groei in zitten. En vanwege onze recente certificering, FSSC, liggen wij qua internationale standaarden heel hoog. Dus dat geeft ons nog meer groeipotentie. En het wordt niet 120 jaar. Ik denk onze generaties daarna gaat sowieso van ons overnemen. Oké. Maar ik heb toch liever dat u wat meer uitleg geeft, want de meeste mensen kennen ISO. Wat is FFC precies?
Het is een hogere norm waarbij je ook food fraud daar tegenaan gaat en je de veiligheid garandeert, niet alleen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten. En dat je de monitoring van je producten niet alleen vanuit de bakkerij, maar ook daarbuiten kan volgen. En dan kijken we ook naar alle, hoe noem je dat, producten die je vanuit het buitenland afneemt, dat moet allemaal door een grondige kwaliteitsonderzoek gaan. En dat wordt dan ook weer via een audit getest en allemaal getoetst. En dan zo kan je nog verder groeien. Je gaf aan, jullie proberen jullie vleugels uit te slaan. Maar als ik me niet vergis, hebben jullie je vleugels al uitgeslagen richting Guyana? Dus dat wil zeggen, er zit uitbreiding ook in de toekomst? Meerdere uitbreidingen, laten we dat zeggen? We hebben onze eigen bakkerij in Guyana en dat is de Dembeek Bakery. En dat is het groeit al heel hard daar en we exporteren ook vanuit Suriname naar Guyana. En de vraag is, hebben jullie dan gekeken naar andere markten? Of denken jullie gewoon exportwise of gaan jullie ook nog andere subsidiaries opzetten? We zijn nu ook al in speaking terms met Frans-Guyana en we hebben al testen uitgevoerd om daar in Frans-Guyana te kunnen leveren. En we zijn ook bezig andere landen te benaderen. Maar dat zijn we nog bezig uit te werken. Oké, prima. Men geeft altijd aan, er is een gezegde, wie jaren gestrakteerd. En je gaf aan, jullie doen het nooit groot, maar jullie delen het met de samenleving. Wat kan men precies verwachten vanuit Fernandes Bakkerij met jullie 60-jarig bestaan? In verband met 60 jaar Fernandes Bakkerij hebben we samen met het marketingteam een heel online en offline project uitgezet. We hebben vandaag met name de mensen die jarig zijn, hebben via Facebook kunnen namen op kunnen geven. Zij komen in aanmerking van een taart en die mogen ze dan bij ons komen ophalen. Daarnaast hebben we onze Fernandes warme bakkerwinkels op Noord en aan de Kernkampweg mooi versierd. En iedereen die daar in de winkel komt, mogen een stukje taart hebben krijgen. Ja, verder hebben we dus, zoals Angelique ook al aangaf, we hebben online en offline campagnes. We zijn eigenlijk voor onze jaardag al gestart. We hebben diverse buy one get one free acties gehad in diverse districten. We hebben een spin the wheel actie gehad en echt heel veel mensen zijn daarop afgekomen natuurlijk. Het zijn best wel momenten waar we engagement met de klant en de eindconsument kunnen creëren. En mensen verheugen zich ook echt erop om op die evenementen af te komen. Het is ook een manier om even uit huis te gaan zonder echt geld uit te geven, noem maar op. Verder hebben we online ook echt gedegen campagnes. We zijn bezig op de radio. En natuurlijk onze nieuwe slogan, elke dag bijzonder, is een groot deel van ons 60-jarig bestaan. Maar we moeten er ook naartoe streven om elke dag van de eindconsument bijzonder te maken. En niet alleen van de eindconsument, natuurlijk ook voor het personeel. Want hoe je draait of keert, Fernandes bestaat 60 jaar door alle backing naartoe krijgen van de eindconsument, van het personeel, van al onze stakeholders. En daarom dat de boodschap elke dag bijzonder zo'n belangrijke rol speelt voor ons bij ons 60-jarig bestaan. En die boodschap communiceren we ook. Elke winkel die je tegenwoordig binnenstapt, het eerste dat je ziet, wil ik bijna wedden, is een slogan van elke dag bijzonder vlak voor je tegen de schappen aan en Fernandes brood. En op die manier proberen we ook de consument bewust te maken van waarvoor we staan en wat we willen bereiken. En behalve in de maand juli zelf, jullie gaven aan het hele jaar door, proberen jullie dingen te doen. Wat kan men nog meer verwachten? Ik wil het eigenlijk nog niet verklappen, want dat is het verrassingselement eruit. Maar ik zou zeggen, als ze ons blijven volgen op social media, er zijn evenementen waarin we zelf ook participeren. Ik weet niet of ik het bij naam mag noemen, maar het zijn evenementen waarbij de historie herdacht zal worden. En daarbij zal dus Fernandes, niet alleen Fernandes Bakkerij, maar Fernandes als groep aanwezig zijn. Dat Fernandes groep, de bakkerij bestaat 60 jaar, maar de groep bestaat al veel langer. En
we hebben iets aan te bieden. We zijn een deel van de Surinaamse historie geworden. En tijdens het evenement willen we dus ook laten zien wat onze transitie is geweest van opstart tot heden. En dus op zulke evenementen gaan we dus aanwezig zijn om onze historie eigenlijk ook bekend te maken, maar ook om historische producten aan te bieden van toen, die nostalgische producten. En zo hebben we nog enkele activiteiten die we in petto hebben, ja. Alhoewel je het niet bij naam noemt, is toch een tipje van de sleur, dus men gaat er sowieso naar uitkijken. Oké, meneer Bijnaert, nog tot slot. Wat is uw verjaardagsboodschap naar de samenleving toe? Ik wil first of all zeker het team dat, en zeker niet alleen het team dat nu werkt, het team dat reeds gepensioneerd is. Ik wil hun allemaal ook vooral bedanken, want dankzij hun zijn we vandaag hier. En bestaan we nog 60 jaar, nu 60 jaar. En daarnaast wil ik de samenleving enorm bedanken dat jullie altijd voor ons hebben gekozen. Het is naast een bakkerij zijn wij een organisatie dat toch wel veel ook betrekking heeft op de lokale ondernemers die ook gewoon kleine ondernemers zijn geweest en samen met ons zijn gegroeid van leveranciers tot wederverkopers tot distributeurs die echt klein zijn begonnen bij ons en nu toch wel zijn gegroeid. Dus ik wil iedereen bedanken. Uit het diepst van ons hart willen jullie bedanken. Het team van Fernandes Bakkerij bedankt de samenleving. En ik wil ook nog, zoals Kleden het aangaf, blijf ons volgen. Het feestje gaat door tot eind van het jaar. Op verschillende momenten hebben we wat leuke attracties en wat leuke events. Doe dat zeker. En tot slot is mijn hele belangrijke boodschap is, laten we met elkaar dit bedrijf en de samenleving voor elkaar zijn en ervoor zorgen dat we samen verder komen. Het is niet alleen Fernandes Bakkerij, we hebben jullie hard nodig, dus laten we samen groeien.